de boevers en de nodenboer stonden stil in verwachtingen om de nieste stap te zien van toonzetten Louis maakte in alle ernste en eenvoud een tweede kruis en zonder er of ander vertoen met de monkel op tweezen maar dan ter roering in tert aard stond grepen de vingers in de skuit en met brede Hoofse zwaai deed hij de jeste warp, zodat het zaad als onzichtbaar bloemstof zo fin in volle kring rond de zaai heen vloog. Niet met volle greep, like roge terven of halver, dat grof hoedes en minder oplettendheid op vergt, maar lichtjes, teder, met de toppen van de vingers, elke worp een snufke amper. Vloog het poer finnelijn in de nameloze lucht. Gelijk bij de aanzet van een verre reizen stapte de zaaier met heftige passen de hals recht op en de ferme beweging van de arm, die bij elke stap het moerte, en na elke zwoei om in de schot te scheppen en weer open zwaaien naar buten.